Henri Konaté maakt zijn opwachting voor het eerst dit seizoen. Zijn de spelers en stafleden die hier 4 jaar geleden al waren op 1-1 in ontvangst mocht nemen. Colidio, hier is een eerste kans met Lee. En Lee die kan scoren. We zijn nog geen minuut ver. En de Zuid-Koreaan heeft Sintra. Haroun na een tikje van Mbokani. En daar is Jukleruit. Jukleruit voor de 1-1. En hij legt hem binnen. Het lag daar helemaal open. Haroun. En Lee voor zijn tweede. Jawel. Sobong Lee. Hij straft het foutje van Farisa. Veiligerwijs terug tot bij Buté. Buté dan in de voeten van Haroun. Die denkt hij kan gewoon doordraaien. Maar op dit niveau kan dat eigenlijk nooit. Met genoeg creativiteit en een race om kansen. De hoekschop van Jukleruit. En de goal. De goal van Sek. Kan Antwerpen een nieuwe kans in elkaar boksen. Sek ging mee naar voren. Krijgt dan een zetje in de rug. Had graag een strafschopfout gezien. En dit is dan een overtreding van Junior Pius. Of is het Batubin Sikat? Het is die laatste die geel krijgt. En die had al geel. En dan moet hij echt hopen, denk ik, dat er in die eerdere fase echt iets mispeuterd werd. Het is uiteindelijk Gerkes die zich klaarzet voor deze bal. Dan kan het ook Jukleruit worden. Het wordt de Jukleruit en die verrast iedereen bij Sint-Truiden. Steppen geklopt aan Jukleruit en die legt hem naast Durkin, Iman Jukleruit. Rood voor iemand van de bankzitters van Sint-Truiden. Het is Mori Konaté die al geel had. Die iets te fel geprotesteerd heeft waarschijnlijk bij scheidsrechter. Oh, een foutje gemaakt. Hierop sta je vandaag. Scheidsrechter Smet maakt er een einde aan. Antwerp wint met 2-3 van Sint-Truiden.